kijkers, VVA Meiden TV. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van het interview van de pupil van de week. Normaal gesproken zit Mark hier, maar die zit helaas nog in de lappenmand. Namens de club wensen we jou van harte beterschap en hopen we weer snel te zien op het veld en rondom de velden. Naast mij zit Jan-Willem van Blarikom. Stel je even voor. Ik ben Jan-Willem van Blarikom, 11 jaar oud. En ik woon op de camping. Op de camping, in Tienhoven, hè? Altijd gezellig, of niet? Tuurlijk. Ja, en vreselijk goede friet hebben ze daar, hè? Ja. Mooi. Je bent eerste jaar D, twee benen. En waar sta je het vaakst in het veld? Linksachter. Linksachter. En vind je dat een beetje een leuk plekje? Beetje. Oké, of sta je liever op middenveld of voorin? Dat kan ook. Voorin. Voorin, kijk, dat willen we horen. Hey, wat is je favoriete club in Nederland? Ajax. Ah, ja, 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 dat is niet best hoor. Nee. Tjonge, jongen. En heb jij ook nog hobby's? Nee. Ja, voetbal is ook een hobby. En van de rest op de camping een beetje ravotten. Een beetje spelen. Ja, leuk joh. En is er ook sprake dat jij een beetje verkering hebt? Een meisje? Of, ja, ja, ik heb dat gehoord. Het komt ook uit de meiden? Ja. Oké, okay. Wil je vertellen wie het is? Nee. Nee, dat toch niet al. Hey, en je favoriete eten? Friet. Friet, ja, lekker. Een snackje erbij? Ja. Ja. Juist, lekker mayonaise erop of niet? Ja. Juist, juist. Hey, ik heb een stelling over jou, dan mag jij kiezen of je voor de eerste keuze gaat of de tweede keuze. Nee. Ga jij voor normaal gras of kunstgras? Van normaal. Ja, en waarom? Dat gaat beter bij jou of? Ja, het is gladder. Ja, dus, ja, ik hou er in principe ook wel meer van. Maar alhoewel hier op het kunstgras wel iets meer contact. Ja, het gaat allemaal ietsje sneller en je hebt er wel voordeel van, je traint er ook op. Ja. Dus dat is mooi. Ronaldo of Messi? Messi. Juist. Gamen of buitenspelen? Buitenspelen. Ga jij liever naar de bioscoop of ga je liever een potje bowlen? Nou, dat maakt het moeilijk. Ik denk naar bowlen. Bowlen. Ja, en ik had nog een stelling, maar dat weet ik al. Friet met mayonaise of een lekker bord barmy. Maar dat is friet. Mooi. Hey, zaterdag Unitas D1, Ameide D1. Ja. Je hebt er volle moed voor iedereen natuurlijk. Wat denk je dat het gaat worden? 3-0. 3-0. Voor Amai natuurlijk. Dat is mooi. En je hebt pupil van de week bij Amai de 1 Heukelum mee. Heb je daar ook al voorspellingen voor? Amai heeft afgelopen week eigenlijk wel een beetje slordig verloren bij Aspreen. Nee. Dus we hebben wat goed te maken. 2-1 voor Amai. Mooi. Mooi. En je tweede speelt ook nog een wedstrijd. Die spelen op Sportpark Lekkerlingen om 2:30 uit mijn hoofd. Tegen Evenstein 2. Evenstein goed gestart, volgens mij al 6 punten. Wij nummer eentje, tweede. Wat denk je wat tweede gaat doen? Ik weet niet, denk. Winnen, maar gok is wat? Ik denk 3-2. 3-2. Nou, als het nou 3-2 wordt, krijg jij even maar een flesje drinken, zal het. Oké. Nou, dit was dan het interview met Jan-Willem van Blarikom. Ik hoop jullie allemaal te zien zaterdag op Sportpark Meijhoven. 3 uur trap het eerste half tegen Heukelum. Heukelum, ja, de ploeg in vorm. Heb aardige puntjes bij elkaar gesprokkeld. Daar tegen Amai de 4. We gaan de stap omhoog zetten door een 3-punter tegen Heukelum. We zien elkaar op het voetbalveld. Als het weekend is, de arbeid is gedaan. Gezonde sport is dan ons enig ideaal. Ons veld, dan zie je wel gemoed het veld te gaan. Bij stoere body van zijn Jovia. In de sporten nu een broekje helder blauw. De shirt met kraag, maar zet er ook van blauw. De scheidsrechter fluit, wij nemen uit. Het is support.